een slaapster? Slaapster? Gewoon een slaper. Wat gaan we vandaag doen? Dus we gaan naar de bakker, had je gezegd? Ja, we gaan naar de bakker. Wat gaan we in de bakker doen? Wat je bij een bakker doet. We gaan boterkoeken kopen. En koffiekoeken. Echte Belgische, Vlaamse koffiekoeken en boterkoeken. Ik moet eigenlijk toegeven dat ik het verschil niet meer weet. Omdat ik al 10 jaar in Nederland woon. Maar beter dan ze hebben in de Lidl in ieder geval. En beter dan ze in Nederland hebben. Oeh, no questions asked. En daarna, baby, wat gaan we daarna doen? Naar Antwerp. We're going to Antwerp, Antwerp. Met de fucking trein. Waar ik helemaal niet aan uitkijk. We kunnen ook met de auto gaan, schat. Maar ik weet niet waar we gaan kunnen parkeren daar. Lieve schat, net als waar we parkeren in Amsterdam. In een garage. Of heeft alleen Amsterdam garages? Ik weet niet. Vast niet. Oké, ja, als jij met de auto wil gaan, kunnen we gaan. Well, we gaan gewoon met de trein. This is your hood. You know how everything goes down. Weet je, ik zal je niet tegenspreken. On our way in Belgium. Ah! On the way to the bakery. Ja. Fucking koud wel. Het is fucking koud. Maar ja. That's winter time. 10 graden, schatje. Huh? It says 4 degrees. Ja. Yeah. Okay, let's see. Which is the first bakery we're gonna find? Ik was schakelen, schat. Eh, zomaar. Maar ik zie niks gewoon hier. Wow, waar is het tijd? We moeten bakkerij, want hier is het licht zijn. Is dit het? Nee, niet. Ja, hier is een bakkerij. Nee, hier. Die en daar. Oeh, alleen een plekje vinden, hè? Zie je? Bakkerij de Rijken. We gaan daar staan. Ja, dat vind ik het. Voilà. Zo net als met dat poeder. Ja. 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 En dan volgens mij de allerlaatste. Die je naast hier met pudding in gebakken. Aan de andere kant. Rozijntjes. Ja. Is het. Oh, ik ben zo blij. Nee. Ik ben benieuwd. Ja, het is zo lekker. Okay. Ik zeg het, wij gaan in België komen wonen. Alleen voor die koeken. Juist. Alleen maar zoetigheid, zoetigheid. Oké. Okay. Zo. Deze is met rozijnen. Ik zweer de geur van deze. Is zo zoet. Glazuur. Ingebakken pudding iets. Rozijn. Crazy. Oké, ik leg hem even hier. Dan gaan we over naar deze. Dat is met crème ingebakken. Met pudding ingebakken. Zie alweer die geur. Zie je hoe zoet het ruikt gewoon? Nou, dit spreekt een beetje voor zich. Dit zijn krieken. Moet een beetje dichterbij komen. Dit zijn krieken. Wat zit daar? Kersen zitten erin? Oh, kersen. Ja, sorry. Kersen. Videokruiken? Nee. Dit hieronder is met appel. Dat zit nu ook een beetje hierop. En hier poeder. Appel ingebakken. Deze twee, dat zijn eigenlijk dezelfde. Maar dit is met poedersuiker omhulst. En hier zit een laag chocolade op. Maar wat zit erin? Pudding. Pudding, pudding, pudding. Okay. Ik hou van pudding. En pudding hier... Ik weet toen ik naar Nederland verhuisde, toen dacht ik van fucking hell, hebben jullie geen pudding of wat? Fucking kutland. En toen zei hij, ja, maar wij hebben vanillevla. Nee, dat is niet hetzelfde. Vanillevla proeft anders. Dus, kom een keer naar België, ga naar een bakkerij hier en vraag voor de echte koffiekoeken van België, van Vlaanderen. En je zult u het niet regretten. Nou, let's dig in, baby! Met welke wil jij beginnen? Maar ik zou het surprise doen. Oh,
Youngin. Oeh, shit. No! Maar dit gebeurt er dus wel inderdaad. Helaas. See what this shit is all about. Mm-hmm. Wat een rare. Mm-hmm. Kan wel. Reactie is dit. Maar ik ben niet zo'n suikerdinger, dat weet je van mij. Ik heb wel smossen overal. Nee, ik kreun niet. Smossen is morsen. Klaar. Ik ga niet meer terug naar Nederland. Ga je hier achterlaten? Nee, het huis is hier te koud. Maar wil je dit allemaal nu op gaan eten? Oh, hell no. Wacht, ga zeggen. Nee. Dit is zo lekker. Die ingebakken crème, kun je het goed zien? De ingebakken crème is zo lekker. Ja, maar die vind ik wel lekker eruit zien. Ja, die is hetzelfde. Nou zeg! Hey! Wie is daar? Dat is dus mijn moeder. Dit is mijn mama, mama. Allee, melkje is gevoed. Dit is mijn ma-han. Dit ben ik. We gaan lekker met de trein. Een dagje. Naar Antwerpen. Antwerpen is zo lelijk. Of Anniver, toch? Anniver. Good vibration, yeah. That's the positive vibes we creating, yeah. The sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, yeah. Boy, forever shining this light. Hey, thank the Lord, my cup is full and running over. All who never like, we are gonna love, we know. Baby girl just text me, say she coming over. And when she reach, it warm and fit, turn off the phone. Turn the lights down low, turn up the stereo, yeah. Alton Ellis, Gregory Isaac, Dennis Brown. Have you ever been in love? No bad vibes can stop this good vibration. Maar wat doe jij hier als je in Antwerpen bent? Wat is hier te doen? Winkelen. Het eerste wat ik wil doen is kijken naar mijn eten. Seriously? Nigga, oké, we going for it. Nou, laten we gaan kijken. Niet eten, maar ik moet gewoon even wat chappen. Oké. At the quick. Ready to get in on this shit. Let me take my grills out. Oh, yeah. Ik ga beginnen, hè. Mag ik ook? Hey, het smakelijk. Bon appétit. Tortel dive, yes. Oh, oh. The top feels so much better than the bottom. So much better. Maybe use the window shopper. Mad at me, I think I know why. Maybe use the window shopper.
Look how this helps. This was real value back in the day. Trying to get a test drive. Nigga, use a window shopper. Mad as fuck when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack, but I'm filthy. It's funny how niggas get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my gun. They know the kid ain't going for all that bullshit. Try and stick me, I'm a little for full clip. It ain't my fault, you done fucked up your re-up. At the dice game, who took you? Shelly, my jury. Everybody mad when they pay for those stack right. But when I come around, y'all niggas better act right. When we got the tops down, bro, you can hear the system thump. Nigga, a golden green rolling. Down, quick to put a hole in the jump. Nigga, when we rolling. Use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Nigga, use a window shopper. Can you wait, people? Come, let's go. Nou, ik zeg wel één ding. Ik zou echt niet meer in België kunnen wonen. Ja. Waar je net zeggen van, ik heb het eigenlijk al een beetje gezien, man. Mensen zijn gewoon, het is wel een beetje Nederlands ook, weet je, veel mensen. Maar, ja, ik weet het toch niet of zo. Het is niet meer wat het geweest is. Zo, so, baby. Are you excited? Ja, yeah, ik zo. Perfection. Are you excited? Yes. I love you. Auntie, are you excited? I am excited. It is my people. Wow. This is That's the more of that. Okay? What is this? Is it pounded yam? Pounded yam. This is pounded yam. And afterwards, anybody still has loose for lasagna? Lasagna. Oh, this is how we do it. Some fresh salad. Don't fall. What's the name of this dish? Pounded yam with okra stew. Okay. Good to be back home, huh? Yeah. Mm. Inside of the room. What is that? It was a vacuum cleaner. Vacuum cleaner. All right, baby. Show us what you got. It's a great atomic. Show us what you got. Oh, whoa, that was a schijnbeweging. No. He's like, no. Come on, baby, you can do it. Okay, we were wrong. Sorry, you can't. It's okay. Yeah, I'm trying. I know you are, baby. Fighting with this food. When you eat in front of the elders, it's a little bit, how would I call it? Disrespectful when you go like, you know, yeah. So you have to be quiet a bit. It's like when you, it's like when you drink in Europe, then you go like that. Everybody's looking at you like, oh, what's the matter with this one? You know? But yeah, he's just still trying to figure out how to use his hands as a fork. And a spoon. That doesn't go. So I took this piece. Your hand as a fork. You can't go. So? That doesn't go. Let's see. Let's hope that so I do it right. Use it like it is,
A scamp. What is that? You okay? See? Yeah. Now, here's the thing. Now, it's doing good. And now, I'm going to put it in my mouth. Ooh, your mouth will be the very young angle. Yeah, that's very nice. Voila. Wow. That's the very, very too. You have to do it now. This is even small for me. I make it a little bit like this. No. Oh, that was a bad one, but that's okay. Scoop, scoop, scoop what is left over, and now I push it like it. Hey, don't slurp now, huh?